Deze video wordt u aangeboden door BOVAG. Mijn naam is Joost ten Noorden, ik ben ondernemer en zakelijk rij ik Volvo. Dat doe ik nu 2 jaar, althans in deze auto. Inmiddels met 835.000 kilometer op de teller. En ik ben heel benieuwd wat vandaag gevonden wordt aan mijn auto. Welke gebreken er allemaal aan zitten. Ik denk dat ik de meeste wel ken. Maar ik ben benieuwd of de meneer die de auto gaat nakijken nog meer dingen vindt dan ik al op mijn lijstje heb staan om ooit eens een keer weer aan te pakken. En Volvo nummer 2. En je gelooft het niet, maar hij heeft slechts om en nabij de 400 kilometer meer gelopen dan nummer 1. 835.000 kilometer in dit geval dus. Hij is iets minder mooi, meer slijtage, wat rommeliger ook van binnen. Maar zo mogelijk rijdt hij nog beter. Ik heb wederom hoge verwachtingen van deze auto. De remvloeistof van de Volvo, tja, die ziet er wat donker uit, maar als ik het stickertje moet geloven, is die ook nou, bijna 5 jaar geleden voor het laatst vervangen. En gratis, hè? Dit is een onderdeel van het handremmechaniek, wat hier vast hoort te zitten. Maar het pennetje wat er doorheen zit, dat is verdwenen. De tweede Volvo van de dag en wederom hebben we wat olielekkage, maar wel aanzienlijk minder dan bij de vorige. De uitlaat is in een iets betere staat, maar die is ook al vaker vervangen, of in ieder geval recenter vervangen. En als we dan doorlopen naar achteren, hebben we net als bij de vorige Volvo een brandstofleiding die behoorlijk aan het corroderen is. Het is wat lastig te zien zo, maar dat is dus een merkgerelateerd kwaaltje eigenlijk. Ik ken toevallig nog een 49-eigenaar waar ik wel eens wat voor gerepareerd heb. En ik weet dus dat hier een gevoelig punt zit. De bak waar de accu in staat roest wel eens door. Daar verdwijnt mijn schroevendraaier zo in de carrosserie. Hey Joep, dezelfde auto, dezelfde kleur, dezelfde motor, ook op LPG, ook bijna 8,5 ton. Reed hij nou anders dan die eerste waar je vandaag mee hebt gereden? Nou, zo mogelijk reed hij misschien nog wel beter op een klein puntje na. Deze auto rijdt merkbaar minder goed op gas dan op benzine. Ja, hij is uiteindelijk ontworpen voor benzine natuurlijk. Ja. En daarop doet hij het gewoon beter dan op gas. Maar verder is ook dit weer een zeer goede auto. Ja. Ik denk dat als je praat over echt kwaliteit. Dit is echt een huzarenstukje van Volvo geweest. Mm-hmm. En veel beter dan dit is gewoon niet te koop. Nergens, denk ik. Het is ook niet exemplarisch, want ja, ze zijn allebei even oud en even goed. Ja, en ze hebben goede baasjes. Ja, het was bijzonder leuk dat de auto echt van boven, van top tot teen, van elke hoek bekeken is. En dat Joep inderdaad ook dingen gevonden heeft waar ik geen weet van had. Dat is onder andere dat mijn accubak aan het roesten is en wel zodanig dat er iets aan gedaan moet worden. Alle andere gebreken die kende ik wel. Hij lekt een beetje olie. Hij maakt wat geluid bij de V-snaren. Dat was mij ook bekend. En ik vond het verder heel erg leuk dat er zoveel belangstelling is voor zo'n oude auto met zoveel kilometers. En het was natuurlijk weer heerlijk.
kletsen en banden trappen over alle auto's.